kijkt. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag ga ik je vertellen over... Huh? Kun je me niet zien? Dat is raar, wacht even hoor. Ik ga even wat proberen. Zo. Zo, is dat beter? Hoeveel vingers steek ik op? Kun je me zien? Weet je, het is eigenlijk wel grappig. Want daar gaat het vooral vandaag over. De Heere God, die sluit namelijk de ogen van twee discipelen, zodat ze Jezus niet herkennen. Jezus loopt met de discipelen mee, maar ze denken dat het een vreemde man is. Ze zien helemaal niet dat het Jezus is. Dat is apart, hè? En daar gaat het vooral vandaag over. Toen de discipelen het goede nieuws van de vrouw hadden gehoord, zijn ze meteen op pad gegaan naar het graf van Jezus. Kijk, de steen is weggerold en het graf is echt leeg, zeiden ze tegen elkaar. Maar er was nog één dingetje, want ze zagen Jezus niet en ze konden hem ook niet vinden. Was het wel echt waar dat hij opgestaan was? Kijk, daar lopen ze. Twee discipelen van Jezus zijn op weg naar hun huis in Emmaus. Dat was een heel klein dorpje waar ze wonen. De discipelen zijn nog erg verdrietig over wat er met Jezus gebeurd is. Tjonge, onze meester is gewoon echt gestorven. Terwijl de discipelen zo over Jezus aan het praten zijn, komt er plotseling een vreemde man bij hen lopen. Het was Jezus die met hem meeliep, maar ze herkenden hem niet. Dat kwam omdat God hun ogen namelijk had gesloten, zodat ze Jezus niet zouden herkennen. Waar praten jullie over? Vraagt Jezus aan de discipelen. De discipelen kijken verbaasd naar de man. Bent u dan de enige persoon in heel Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is? Maar wat is er gebeurd dan? Vraagt Jezus nog een keer. Hij weet natuurlijk al lang wat er gebeurd is, maar toch wil hij graag horen wat de discipelen over hem vertellen. Jezus uit Nazareth, onze meester, hij heeft straf gekregen van de hoge priesters en ze hebben hem toen gekruisigd, vertellen de discipelen aan de man. En vanochtend kwamen er vrouwen aan ons vertellen dat het graf van hem leeg was en dat Jezus is opgestaan, gaan ze verder. En toen we naar zijn graf gingen, was het inderdaad leeg. Maar we hebben Jezus zelf niet kunnen vinden, zeggen de discipelen verdrietig. Zijn jullie zo dom? Zegt Jezus. In de Bijbel staat toch dat hij eerst moet sterven, maar dat hij daarna weer op zal staan? Toen ze met z'n drieën bij Emmaus aangekomen waren, zei Jezus... Goed, ik ga verder met mijn reis. Bedankt voor de wandeling. Maar de discipelen willen niet dat de man gaat. Kom alsjeblieft bij ons eten, in ons huis. Dan hoeft u niet verder te reizen, want het wordt al bijna donker. Jezus vond het een goed idee en hij blijft bij de discipelen thuis. Samen eten ze gezellig een hapje. Jezus pakt het brood, hij breekt het. En hij geeft het aan de twee discipelen. En op dat moment opent God de ogen van de discipelen. Nu kunnen ze eindelijk zien wie de vreemde man is. Oh, u bent het, Jezus! U bent het! Zeggen de discipelen vol verbazing. Meteen verdwijnt Jezus weer en de discipelen kijken elkaar aan. Hoe kan dat nou? We hebben hem helemaal niet herkend. De discipelen staan op en ze gaan direct op weg naar Jeruzalem. Ze moesten aan de andere discipelen vertellen dat Jezus echt is opgestaan. Ze hadden hem namelijk gezien. Ze vonden de andere discipelen en vertelden het hele verhaal over de ontmoeting met Jezus. Jongens, het is echt waar. Jezus leeft. Wij hebben hem gezien. De discipelen waren allemaal zo blij. Hun meester is echt opgestaan.
Wat zou er gebeuren als Jezus verschijnt aan zijn discipelen? Wat zouden ze doen? Zouden ze blij zijn? Zouden ze bang zijn? Zouden ze verbaasd zijn? Wat denk jij? Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wat ze gaan doen. En morgen weet jij hoe de discipelen gaan reageren.